Meindert, wanneer is iets nou een project? Nou ja, dat is altijd het moeilijke binnen bedrijven. Met name bedrijven die routinematig dingen doen. Wanneer maak je iets een project en wanneer is het gewoon routinematig werk? Die keuze moet je heel duidelijk maken van tevoren als je met iets nieuws gaat beginnen. En maak je een project ervan, dan moet het wel een begin en een eind hebben. Ja, als het geen begin en een eind heeft, dan kun je iets moeilijk een project noemen. Je moet wel een bepaalde doelstelling hebben. Je wil iets bereiken met dat project. Ja. Er zit een bepaald budget aan. Er zitten bepaalde resources aan die je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Resources, mensen, middelen. Ja. Die je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En dat moet je natuurlijk wel heel goed inbedden, ook in je organisatie. Daar begint het eigenlijk mee. Als je een project doet, moet je in eerste instantie heel goed nagaan van, als we dit project doen, hoe gaan we de organisatie van dat bedrijf, de governance, inrichten. Want als we dat goed kunnen inrichten, dan weten we dat we straks ook dat project goed kunnen sturen. Ja, ik zie veel bij bedrijven die met name die ook bijvoorbeeld fabrieksmatig dingen maken. Dat is routinematig werk. En dan zeggen ze, oh, we hebben een project. Oh, dat doet dat er maar even bij. Of er wordt een projectmanager gehaald uit een die normaal een teamleider is en mensen aanstuurt. Ja, dat zijn vaak mensen die wel van goede wil zijn, maar die niet een project kunnen leiden. Ze kunnen mensen leiden, maar dat wil niet zeggen dat je een project kunt leiden. Nou, daar moet je heel goed op letten. Als je in een organisatie bent, dat goed geregeld is. Als je meerdere projecten hebt. Ik zit nu bij een bedrijf, daar hebben ze 17 grote projecten lopen. Maar ze hebben niet gezorgd dat ze daarboven iets hebben die zorgt dat de resources, de mensen die er zijn om bepaalde dingen, om bepaalde kennis en ervaring in te brengen in een project, om die goed toe te wijzen aan de verschillende projecten. Want die moeten uit de lijn komen. Die moeten uit de lijn komen of uit een resource pool. Ja. Ja, maar die resource pool, dat hebben ze niet. Ja, die vliegen nu van het een naar het ander en zijn niet op een project specifiek ingedeeld. Als je dat niet goed organiseert, dan wordt het op een gegeven moment een zootje en lopen projecten uit de tijd. Ja? Wat vooral ook belangrijk is bij projecten is, ga van tevoren een goed projectplan maken. Ja. He, dus naast die organisatie, zorg dat je weet welke activiteiten gedaan moeten worden, wie waarvoor verantwoordelijk is en dat je dat helemaal in detail uitgewerkt hebt, zodat je ook daar een sturing op kunt geven. Een plan is niet om exact zo uitgevoerd te worden, maar wel om jou het stuur te geven dat je uiteindelijk dat doel wat je gedefinieerd hebt bij dat project, om dat te gaan bereiken. We gaan er straks verder over praten. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Marco Borsato met Andrea Bocelli en Because We Believe.